Vandaag is het schoolplein geopend. Het nieuwe droomplein hier op het venster. En het nieuwe droomplein is eigenlijk het droomplein van de kinderen. De kinderen hebben zelf tekeningen gemaakt. En de tekeningen die ze gemaakt hebben, die hebben we samengevoegd tot één heel groot ontwerp. En het grote ontwerp is in de zomervakantie uitgevoerd door PNP Groen Projecten. En ze hebben een mooie klimheuvel gemaakt. Ze hebben een hele grote zandbak gemaakt. Er is een tribune gekomen, er zijn stapstammetjes gekomen, fietsenrekken zijn opgeknapt. En vandaag is dat geopend door de burgemeester van Diessen, die het Lintjedorf knipt. En ja, achter mij zie je de kinderen volop spelen op het nieuwe droomplein. Zo ontzettend goed gezongen en gedanst hebben. De burgemeester die kwam er speciaal op af. Die wist precies meteen waar hij moest zijn. Toch? Ja. Heel goed, heel goed. Nou, welkom burgemeester. Dankjewel. En ik zou zeggen, kom op ons nieuwe podium. Ja. Ik geef je netjes een hand. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik ga u meteen de microfoon geven. Ja. Want u komt natuurlijk niet zomaar hier op school. Nou, ik kom graag op scholen hoor, daar niet van. En ik kom wel eens vaker op scholen, maar goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal! Nou kom ik eigenlijk jullie feestje verstoren. Want jullie hadden zoveel plezier. Ik hoorde het al op straat dat hier een hele goede stemming heerst. Ik ben de burgemeester, maar dat hadden jullie al gezien natuurlijk, want ik heb de ambtsketen, zo heet dat. Dat heet niet ketting, wat veel mensen zeggen. Het is de ambtsketen. Die heb ik omgedaan speciaal voor jullie. En ik kom hier om het schoolplein te openen. En waarom kom ik hier het schoolplein openen? Omdat jullie samen aan dat schoolplein gewerkt hebben. Jullie hebben allemaal meegedacht. Jullie hebben allemaal voorstellen ingediend. Jullie hebben allemaal ideeën gehad. En al die ideeën, plannen, voorstellen hebben geleid tot dit nieuwe schoolplein. En dat is fantastisch. En ja, klappen jullie maar eens. Dat is een goed idee. En ik zie ook veel ouders. Die hebben ook allemaal meegedaan om dit tot een mooi plein te maken. En we hebben hier een lint. We hebben hier een lint. Jullie hebben wel eens gehoord dat burgemeesters altijd linten knippen. Nou, dat gaan we vandaag echt doen. We gaan vandaag een lint knippen. En dan is het schoolplein geopend. En dan mogen jullie hier elke dag met heel veel plezier, hoop ik, en met mooi weer, hoop ik, spelen en genieten van het nieuws. Speelplein. Droomplein. Nou, droomplein. Wisten jullie dat al dat het droomplein heet? Ja! Goed zo. Nou, dan gaat de directeur vertellen wat we gaan doen. Dank u wel, burgemeester. We hebben vandaag zojuist ook al gezongen voor een jarige hier. En Dion, je bent ergens weer gaan zitten. Kom er nog maar een keertje bij, want als enige jarige vind ik dat jij even het kussen mag pakken. En de schade mag aanbieden aan de burgemeester. Burgemeester, dit is Lian van groep 8. Hallo, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En hoe oud ben je geworden? 11. Hoe bijzonder is dat? Op je verjaardag de burgemeester, hè? Leuk, hè? Ja, goed zo. Mag jij het kussen even pakken? Als de burgemeester dan de schade wil pakken. Misschien is het handig om even achter het lintje te gaan staan. Even eronder door te reuken. Dat iedereen het goed kan zien. En dan gaan we met z'n allen aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed!
geopend.